Extra Ome Wijkagent blijft uit en moet er een meldplicht komen tijdens Oud en Nieuw. Hallo Hilversum, dit is het gesprek met de burgemeester. Burgemeester, goed dat u weer bent. Dank er weer voor. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de intocht in Hilversum. Ja. U bent er wel bij, zaterdag, in tegenstelling. Ik denk het wel. Ja, in tegenstelling tot uw Haarlemse collega. Ja, hou op zeg. Nee, dat is heel erg. Nee, ik ben er wel bij, want dat verwachten kinderen ook. En Sinterklaas moet netjes ontvangen worden. Mm-hmm. Kinderburgemeester is er ook bij. Dus yes. We maken er een feest van. Ja, we hadden het 2 weken geleden al over. Hè? En komen de protesten, zijn er demonstranten. Ja. Nou, dat was toen nog niet aan de orde. Nee. Nu dus wel. Ja. Kick-out Zwarte Piet wil er zaterdag bij zijn. Of zal er zaterdag bij zijn. Wat betekent het eigenlijk voor de organisatie? Nou ja, dat we het goed voorbereiden en dat we hen, als zij om een demonstratierecht vragen, dat ze dat ook kunnen krijgen. Als ze zich houden aan onze regels. Dat ze zich ergens langs die lijn waar Sinterklaas overheen gaat, doorheen gaat, door de stad loopt, dat ze zich daar ergens kunnen vertonen. Ja, precies. Want ik heb al wel contact gehad met degene die daar een beetje de katalysator van is in het Hilversumse. En die heeft ook gezegd van ja, de burgemeester wil ons liever niet op de Kerkbrink hebben. Nee. Wordt er toch gekeken naar locatie dus? Ja, dat zeker, want het is daar druk. Tenminste, vorig jaar was het behoorlijk vol. Ja, het is altijd goed vol. En het paard van Sinterklaas, auto's, een hele karavaan komt daar. Dus het is niet handig om daar nu te demonstreren. Maar dat kan wel ergens anders, dus dat is geen enkel probleem. Maar dan wel ergens in de buurt, want zij willen graag zichtbaar zijn, ja. Wordt gezegd. Ja. En het andere woord is vreedzaam. Vreedzaam protest. Zo is het. Daar ga ik ook vanuit. Ja, maar betekent dat ook nog toch ook meer, iets meer politie of dat soort ja, dat grappen? Zeker. Ja, zeker. Ja. Dacht u eigenlijk de dans te kunnen ontspringen in Hilversum? Nou, de afgelopen jaren was het rustig. En nu dit jaar krijgen we er een nieuwe opgave bij. Nou, ik ga ervan uit dat het goed gaat en dat we elkaar blijven respecteren. Ja, dat is ook in ieder geval de bedoeling van de groep die komt protesteren. Ja. Ja, nogmaals, we willen vreedzaam zijn, maar wel zichtbaar. Ja. Goed, de reacties op social media, dat gaat weer alle kanten op. Maar sowieso is er steeds meer een roep om inclusief Sinterklaasfeest vanuit die hoek. Er is ook een brief binnengekomen van het platform Stop Afrofobie Nu, uitroepteken. Dus er komt wel steeds meer roep van pak het anders aan. Want het is natuurlijk heel veel nog steeds kritiek op pieten. Al jaren hebben we ook instructies met de stichting besproken dat ze per jaar een percentage meer mensen zwarte pieten minder zwart maken en roetvegen of kleur. We hadden afgelopen jaar ook wat kleuren, zoals het teletekst kleuren. Een beetje Hilversums accent. Nou, dit jaar kiezen we dan voor die NTR aanpak. Dus we zien heus wel dat die discussie ook dat feest raakt en dat je daar ook begrip of aandacht aan moet besteden. Maar wat zij willen is dat er helemaal geen zwarte pieten, maar witte pieten, dat is een heel raar fenomeen. Dus helemaal geen pieten meer zijn. Daar gaan we niet op in. We blijven gewoon wel dat feest doen zoals we dat... Want de NTR-norm is nou, goed. Dus daar houden we ons aan. Oké. Okay. Ja, maar nu doe je het eigenlijk goed in deze kwestie. Nou, het is nu zo gepolariseerd. Ik weet niet of u Lubach gezien heeft, maar afgelopen zondagavond. Nee. Die werd er ook helemaal gek van. Dus die zei, ja, dit is niet meer... je zou hopen dat het in de normale banen zou zijn. Demonstreren mag. Hier mag je ook ergens tegenverklaren. Kan ik er wel begrip voor hebben. Maar op de dag zelf laat het dan dat feest voor die kinderen zijn. Daarvoor is het ooit bedacht. En als je daar dan doorheen gaat demonstreren, ja, daar hebben die kinderen ook geen baat bij. Ja, er wordt vooral gezegd, we richten ons op de ouders. Want de volwassenen verzorgen het feest. Dus... Nou ja, ik hoor al heel veel ouders nu die zeggen, nou, we komen helemaal niet, want we gaan er wel ergens anders heen waar het... Nou, loopt zeggen zo. Nou ja, waar het rustig blijft. Ja. Dus het effect zal niet groot zijn. Volgens mij is de lol voor iedereen aan alle kanten er wel op deze manier een beetje vanaf. Ik denk het ook, ja. Maar... Ja. We zullen het meemaken, we gaan het zien. Ja, dan gaan we het over iets anders, wat iets minder explosief, maar ja, vuurwerk is toch ook altijd een dingetje. Zeker. Daar gaan mensen ook altijd compleet los op. Er is nu een idee of een inspiratie is tegenwoordig het modewoord hier in het raadhuis. Voor een meldplicht voor notoire raddraaiers. En... Ja, daar heb ik mij al vorige week voorstander van getoond. Ook voor de nationale televisie. Want ik denk dat alles wat je kan doen om verstorende elementen op die avond zelf, om die niet aanwezig te laten zijn, dat het goed is. Maar ja, je moet ze wel
in hun kraag kunnen pakken, die raddraaiers. Mm-hmm. Dus, mensen die met illegale vuurwerkbommen gooien aan de vooravond of op weg naar 31 december, ja, die moet je dan wel zien te pakken te krijgen. Ja. Maar als dat zo kan, dan vind ik dat, lijkt me dat prima. Maar hoe werkt het dan? Is het dan van dat je tijdens de jaarwisseling misdraagt in de jaar erop of daarvoor al? Nee, of? Daarvoor. Het gaat om daarvoor. En dat je dan de elementen op die 31 december probeert te ecarteren, dat je daar geen last van hebt. Maar ja, god, dat moet blijken. Het is een instrument wat de politie nu zelf aanreikt. Ja. En wij kunnen daar als burgemeester gebruik van maken. Dus ik zou niet weten waarom. Maar ook dat is een beetje de negatieve spiraal. Ik ben meer bezig met hoe we kijken hoe we dat feest veilig en gezellig kunnen maken en houden. En Hilversum heeft daar goede ervaringen mee de afgelopen jaren. Dus ik ga ervan uit dat dit jaar ook weer gaat lukken. Oké, dus voorlopig is meldplicht hier in Hilversum niet aan de orde, wat u betreft? Nee, want er moet een aanleiding zijn. Ja, ja. Maar het zit wel in mijn apothekerskast, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Dus we kunnen er gebruik van maken op het moment dat we dat denken dat het nodig is. Yes. Dan hebben we natuurlijk ook nog de vrijwillige vuurwerkzones. Want daar is, ja. U bent in gesprek, of de gemeente is in gesprek met een aantal. Ja, en we hebben nog steeds kans op een stuk of 3-4 van die locaties. Dat kan een plein zijn, het kan een straat zijn, het kan een buurt zijn. Maar wij bewonen zelf ook vuurwerkluw, heb ik al gehoord. Vuurwerkvrij, vuurwerkluw. Mm-hmm. Nou, dat gaan we bekijken. Er zijn een aantal opties nog steeds in gesprek. En we gaan daar uiteindelijk in de maand december denk ik een besluit over nemen. En met die mensen kijken hoe we dat kunnen faciliteren. Okay, maar er is nog niks concreets. Er is nu nog geen locatie die zeker, de Meent wordt genoemd, Kerkelanden wordt genoemd, de Utrechtse Straat wordt genoemd. Rondom het dierenpark, vlakbij het Mediapark. Wij zijn ook wat hertjes en wat andere vogeltjes. Ja, ik weet wat je bedoelt. Daar kan het ook gebeuren. Nou, dus zo zijn we nog wat aan het Maar zijn er dan dingen die, zijn dat mensen die naar u toe zijn gekomen? Ja. Prima. Ja. Ja, de initiatief ligt bij de mensen zelf. Okay, want de Meent en de Kerkelanden, dat waren natuurlijk altijd wel hotspots. Daarom. Daarom. Dus als nou op een mensen zeggen, nou zijn we er klaar mee. Ons buurtje of ons straatje proberen we vuurwerkvrij of vuurwerkluw te maken. Nou, dan gaan we daarover praten met ze. Yes, dus die irritatie is daar wel een beetje. Tenminste, in die wijken, Meent, Kerkelanden, van het is nu genoeg geweest. De meerderheid van de Nederlandse bevolking die steekt zelf geen vuurwerk meer af. De meerderheid van de Nederlandse bevolking die hoeft dat vuurwerk ook helemaal niet meer. Dus die zeggen, laat de overheid het doen, wat ook in het buitenland heel gebruikelijk is. Dus ik denk dat we aan een achterhoede gevecht bezig zijn. En dat we over een paar jaar, over 5 jaar, over 10 jaar nog eens terugkijken naar deze filmpjes en zeggen, waar hadden we het in godsnaam over? Dan hebben we het gewoon anders geregeld. Ja, we zijn eraan toe. Schade is te groot, de menselijke schade is te groot. De angst onder de dieren, maar ook onder de mensen is te groot. Dus ja, het is een kwestie van game set match. Maar we hebben daar de nationale overheid voor nodig. Nou, die heeft dit jaar niet de bal in het doel geschoten, zoals ik vaak gezegd heb. Wat jammer is, want het knalvuurwerk had Den Haag kunnen verbieden. Dan hadden we allemaal een richtlijn gehad. Nu zie je dat al die gemeenten, wat op zich goed is hoor, Rotterdam en Amsterdam, die zijn nu allemaal bezig met hun eigen piketpaaltjes te slaan. Ja. Nou, dat was 5 jaar geleden ondenkbaar geweest. Dus dat is alleen maar een positief signaal. Maar het feest, zijn er nog verder nieuwe elementen of is het relatief hetzelfde? Het Marktplein wordt een feest. Er komt nog kindervuurwerk. En dan het grote vuurwerk om 12 uur. Dit keer met een digitale klok. Is de klok. Ja, is je er? Ja, die komt er. Anders dan ga ik hem zelf digitaal afsteken. Maar aftellen, maar die komt er, ja. Dus dat is dat gelukt. Dat hebben we ook, ja. Nou, mooi. Er is wat bloed, zweet en tranen te pas gekomen. Het vuurwerk in het raadhuis, wou je het daar nog over hebben? dat begint morgen, denk ik, weer tijdens de begroting. Maar die wordt gewoon goedgekeurd, hoor, denk ik, de begroting. Dat zal ongetwijfeld, ja. Ja, klopt. Zullen ook geen wethouders meer sneuvelen, schat ik zo in. Want er komt ook geen 7e wethouder meer, las ik net. Nee. We blijven op 6. Ja, ja, dat was op zich nog wel verrassend. Zeker omdat mevrouw Walters vorige week toch stellig aankondigde, we gaan op zoek naar een nieuwe goede kandidaat. Maar de coalitiepartijen hebben nu afgesproken dat ze toch onder deze omstandigheden... Het was gewoon veel, dat gaf iedereen ook toe, maar het was nou eenmaal een uitkomst van het politieke geharrewar. En nu we op 6 zitten, is het ook heel plezierig. En die taken zijn heel goed her te verdelen. Dus iedereen blij. Zijn die taken verdeeld zoals ze vorige week verdeeld waren? Dus een deel naar mevrouw? Of... Ja, zorg en welzijn gaat naar mevrouw Walters. En buurten gaat naar Arno Schepers. Monnikenberg. En Monnikenberg zit bij mevrouw Holters. Maar goed, dat zijn allemaal details. Nou ja, oké, prima. Dus het is wel iets andere verdeling dan dat is...
Vorige week sprake van was. Van de gemeente. Kunt u bekijken. Oké, okay, dus Hilversum.nl, daar kunnen we alles op vinden. Oké, ja. Wat komt eigenlijk nog tot als een verrassing? Iedereen zegt het komt als een verrassing, maar dat mevrouw Pels ook opstapte, laat ik het zo zeggen. Ook voor jullie, want jullie zaten er toch redelijk dicht bij als collega's. Zij bleek toch niet zo bestand tegen dat geweld in die raad en in die commissies. Dat is ook wel iets waar je echt aan moet wennen als je van buiten komt, zoals ik ook kwam. Daar heb ik ook wel een tijd. Ja, precies, want u bent natuurlijk ook een zij-instroom in de politiek. Heeft hij haar dan vooraf nog tips en tricks gegeven? We hebben er wel mee met elkaar over gesproken. En je moet af en toe ook tegen zo'n raad kunnen zeggen, nou, dit doe ik gewoon niet. Dank u wel voor uw tip, maar klaar. En zij had nogal eens de neiging om te zeggen, ja, dat neem ik mee. Maar dat kost dan weer geld en dan komen ze in het college en dan bleek daar geen dekking voor te zijn. Dus het is ook een spelletje wat je moet leren. En de tijd om het te leren, die steeds korter wordt, Want social media, dat buitelt meteen over iemand heen. Dus dat vind ik ook wel sneu, hoor. Want het is in het college heeft ze goed werk gedaan. En ze vond het ook leuk om te doen. Maar ja, die vuurproef in die raad, commissie en raad, dat was voor haar te machtig. Nee, dat was duidelijk. En dan word je opeens voor leugenaar uitgemaakt. Nou, dat zijn normale mensen zitten helemaal niet op te wachten. Die denken, ja, hallo, ik doe gewoon mijn werk. Ja. Waarom word ik opeens voor leugenaar uitgemaakt? Ja, dat is ook de trigger geweest. Dat zijn omgangsvormen die ook eigenlijk niet passend zijn. Ja. Maar ja, die in de Hilversumse Arena nog wel eens gebeuren. Maar dat is voor haar ook de trigger geweest. Mijn collega Stefan heeft deze week een interview met haar gehad. Ja. En dat is ook voor haar gezegd. Dat gezegd was wel de druppel, ja. Heb ik begrepen en gelezen inmiddels. Je moet een dikke huid hebben. Ja, nou, daar weet u alles van. Ja. Dan nog even kort. Geen extra wijkagent. Dus we houden het op 17 in Hilversum. Ja, voorlopig. Dat had u denk ik wel zien aankomen, toch? Ja, maar goed, ik blijf streven naar die 18e. Want daar heeft Hilversum recht op. We zijn met 90.000 inwoners. Het is gedeeld door 5.000, is het 18. Het staat in de politiewet, dus het moet er ook komen. Maar goed, het is een kwestie van verdelen van schaarste. Er is nu gekozen voor een iets andere opzet, meer naar ondermijning en naar Binnen Nederland. En die 18e die komt er heus wel, maar daar gaat het me nu even niet om. Wat heel belangrijk is, dat we een afspraak met de politie hebben, dat de inzetbaarheid van die wijkagenten, dat die verhoogd wordt. Dus is het nu nog 40% van zijn tijd of haar tijd, dat wordt naar 80%. Nou, en dat ga je merken. Dat is een zichtbare verbetering van die positie. Want je leest nog steeds heel vaak, ik heb geen idee wie mijn wijkagent is. Nou ja, daar moeten we vanaf. Daar moeten we echt vanaf, want dat hoort toch bij de veiligheid dichtbij, zoals we dat in het veiligheidsplan hebben geschreven, waar we deze maand en volgende maand in de Raad over praten. Maar hoe ga je dat dan doen, die effectiviteit vergroten, met ook nog eens eigenlijk dat je niet helemaal op sterkte bent? Door die 40% naar 80%. Dus, ja, dat klinkt heel makkelijk. Nou, dat is heel ingewikkeld, want dat vereist heel ingewikkelde roosters bij de politie. Maar dat gaat wel een effect sorteren in de praktijk. Want dan ga je die man of vrouw, ga je die meer op straat zien in jouw eigen buurt. Nou, daar is het om te doen. En of je dat nou met 17 of 18 of met 28 doet, nou, met 28 wordt het helemaal makkelijk. Maar dat is niet zo'n interessant debat. Het debat gaat veel meer om de kwaliteit en de inzet die politie heeft op buurtniveau. Ja, maar nogmaals, het klinkt en daar zijn ze ook voor. Daar helpen ze ons ook mee. Nou goed, het klinkt heel makkelijk voor 40 naar 80, maar dat is in praktijk natuurlijk moeilijker. Ja, nee, dat zal dus moeten blijken. Yes. De komende jaar gaan we dat testen. Duidelijk. Check. Dank u wel. Tot over 2 weken als het goed is, als de genders matchen. En ik dank u weer voor het kijken en tot de volgende keer.